Een paar maanden geleden verraste Theater Terra ons aangenaam met de kleine zeemeermin. Vandaag zijn we alweer op een nieuwe première van Theater Terra. Kikker en de vallende ster. Een vriend is het mooiste cadeau. Ik heb een vallende ster gezien. Je wensen, je dromen, de dingen die komen. Je bent er voor elkaar. Ja? Even allemaal hier. Kunnen we hier zo, Peggy? Vorige keer was je regisseur enkel en nu ben je regisseur en hoofdrolspeler. Ja. Heb je de hoofdrol zelf toebedeeld? Nee, het is eigenlijk andersom. Ja, nee. Ik heb de vorige tour natuurlijk ook kikker gespeeld. Ja. Dus toen werd ik teruggevraagd om alsnog kikker te spelen. En daarna werd ik gevraagd om te regisseren. Dus toen hebben we dat gecombineerd. En toen dacht je, waarom niet? Laten we het eens proberen, ja. En hoe bevalt je de dubbelrol? Ja, dat is ontzettend leuk. Ik heb tijdens de repetities een soort vervanger kikker gehad. Christian Koetsier. Die heeft tijdens de repetitie in de eerste try-out gespeeld, zodat ik gewoon als regisseur ernaar kan kijken en ondertussen zelf ook repeteren en wat doorlopen doen. En gisteren had ik mijn eerste voorstelling en vandaag de première. Dat gaat snel. Ja, dat gaat heel snel. Als ik nou weet wat ze hebben gewenst, dan kan ik ze misschien uit laten komen. Kikker doet zijn uiterste best om de diepste wensen van zijn vriendjes te vervullen. Ben jij ook zo'n wensenvervuller in het echt? Nee, niet echt. Nou ja, misschien met zo'n voorstelling, weet je wel. Dat kinderen naar een wereld komen wat ze niet kennen en helemaal door een fantasie geprikkeld kunnen raken. Dat is natuurlijk ook een soort wens. En heel vaak als ze kikker in het echt zien, dat is ook vaak al een wens die uitkomt. Samen met mijn vrienden vliegen naar de sterren. Ik vind de wensen van de figuren wel heel bescheiden. Hè? Ja, tuurlijk. Die kinderen die in de zaal zitten willen allemaal een iPhone 10. Ja, dat heb ik ook wel, ja. Ja? Ja. Maar ik vind wel dat ze hier goed... Het is 4+, dus die hebben nog niet een iPad. Nou, misschien sommigen een iPad. Ja. Nee, ze reageren nog steeds wel kinds, dus dat is fijn. Dan kunnen wij ze toch wat bescheidenheid meegeven? Ja. Dat lijkt me wel het beste, ja. Het gaat niet alleen maar om iPhone. Hallo? Niet bang zijn, eend. Dit is een bijzondere dag. Is dit de maan? Dit is een 4+ voorstelling. Hoe wil jij kinderen vermaken? Nou, ik denk dat wij dat doen door heel erg de vriendschap te laten zien en te bewonderen of zo. Snap je? Ja. Met de sterren en een wens doen. Dus het verhaal vertellen en dat ze dan denken, oh, het is mooi dat dat kan. En wat ik al zei, de vriendschap heel erg laten zien. En dat laten we in dit stuk, denk ik, echt te vaak misschien zien. Nee, niet te vaak, maar wel gewoon genoeg. Het is gewoon heel lief. Het de krafnaam. Ik ben een een varkentje. Ewout, jou ken ik al een vaker tijdje. Gezien, ja, precies. En nu zie ik je eindelijk spelen met poppen. Is dat tegenwoordig een vereiste dat je in je opleiding ook poppen opgeleid wordt tot poppenspelen? Nee. Ik heb nu juist in mijn stage poppenspel geleerd, maar daar heb ik voor gekozen. Ja. En waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat het me een leuke verrijking leek. En ook omdat ik zelf nog af en toe een beetje bescheiden ben op toneel. Dan denk ik, ja, als ik het via de pop lekker tot uiting kan laten vergroten, zeg maar. Dan hoop ik dat het een extra stapje is naar het grote toneel dan. En is dat een vak op zich? Ja, het is wel een vak op zich. Ja, ik heb er nog steeds moeite mee. Pepijn, hoe zit dat met jou? Ja, ik vind het heel fijn om met poppen te spelen. Ja? Omdat je kan er ook een beetje achter verschuilen. En ja, dit is gewoon heel leuk om die typetjes heel erg te kunnen spelen. Ja. En dat soort dingen, dat vind ik heel leuk. Maar hoe gaat dat, heren, als jullie ooit een rol krijgen waar er geen poppen zijn om achter te verstoppen? Nou ja, vorig jaar heb ik de Glaarste Kat gedaan, natuurlijk 2 jaar tour. Dus dat was zonder pop. Ja, dan heb je je rol waar je een beetje achter kan schuilen eigenlijk. Dat gaat ook wel, ja, dat is ook leuk. Maar het is weer een hele andere tak van sport. Ik wens jullie een fijne tour, dankjewel. Nou, ja, dankjewel. Jij ook bedankt. Tot ziens. Yes. Die komen, je bent er voor elkaar. Je deelt het met vrienden.